nieuw filmpje. Leuk, leuk, leuke dingen om in ieder geval antwoord op te geven. En ik ga er specifiek één ding uithalen. Jij had het conventionele idee. Dit is een filmcamera. Alles in focus. Simpel. Autofocus. Fantastisch. 30 keer zoom. Iets wat iedereen wil. 30 keer zoom. Hè, daar zit de wereld op te wachten. Gewoon lekker met je vingertje. Hoppatee. Zoomen tot je erbij neervalt. Maar ook met een nadeel. En dat nadeel zit hem in dit geval in het gewicht. In het filmische aspect. In je scherptediepte. En in het creatieve aspect. En dat was waar ik op zocht toen ik na mijn XL1 S een andere camera zocht. Want waar jij tegenaan loopt, is tegen je wens. Jouw wens om het eruit te laten zien zoals waar je nu naar kijkt. Deze lens waar je nu naar kijkt, dat is een lens die ik op mijn camera niet als autofocus lens kan gebruiken. Simpelweg omdat de lens zelf geen motortje heeft. Dat heeft deze lens wel. Die autofocust dus zelf. Deze lens, die doet eigenlijk wat deze camera ook doet. Nadeel is van de lens, je hoort hem. Op het moment dat jij mij volgt, en ik ga het doen zo, dan hoor je die lens, en dan moet hij zoeken en zo. Dat komt gelijk bij het nadeel van spiegelreflex als camera. Je moet wel weten wat je doet. Dat maakt waarom dat plaatje waar jij naar kijkt, waar jij aan refereert in je vorige filmpje, waarom het eruit ziet zoals het eruit ziet. Ik zet mijn camera neer, op een driepootje. Ik focus op een lamp. Die haal ik uit beeld. Ik ga zitten en het is in focus. Dat moet ik bij alles. Ik moet alles zelf focussen. Vind ik niet erg, vind ik heerlijk. Krijg je een soort dynamisch filmpje van. Maar je moet dat wel leren. Je moet daar wel mee op je bek durven gaan. Met een losse lens. Je kan op Marktplaats fantastische lenzen kopen. Kijk, dit is een 1.850mm lens, gast. Ik ga de camera niet verplaatsen. En ik ga er een andere lens op zetten. En ik ga nu die 50mm lens erop zetten. En nu zijn mijn handen echt onzichtbaar. Ik kan er bijna doorheen kijken. Dat bereik is heel kort. Is fantastisch mooi. Nou, hetzelfde verhaal. En dan met de kitlens die bij de camera zit. Je ziet nu ook gelijk het probleem, tussen aanhalingstekens. Deze lens, die je dus net zag, is een 1.8 lens. De lens waarmee we begonnen, was een 2.8 lens. De lens waar je nu naar kijkt, is een 3.8 lens. Ik ga je ook laten zien, dat ga ik nu doen, dus schrik niet. Ik ga zoomen voor het eerst van mijn leven. Maar nu heeft die lens een diafragma van 5.6. Ik ga je dat proberen te laten zien. Het enige wat er nu aan is, is gewoon licht aan het plafond. We zoomen hem nu uit. Je ziet dat hij hier veel beter mee kan omgaan. Wat jouw valkuil is, is je wens. Maar jouw wens gaat alleen maar over het plaatje. Misschien is dat goed, want dat heeft het bij ons allebei altijd gedaan. Heeft het alleen maar over het plaatje, is het alleen maar over het plaatje gegaan. Wat willen we zien? Wat moeten we daarvoor doen? Dat is een totaal andere vraag. Als je wil wat wij altijd hebben gedaan, moet je niet zeuren en moet je een digitale spiegelreflex kopen.